Wat staat er op het lijstje? Ik maak altijd eerst een minuutje. Nou. Ik heb voorzien van een goede bikini. Het is voor just a regular Sunday. Oh, I'm gonna spook you. Oké, je loopt als spook. Eitje! En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog op kellykressen.nl. En het is vandaag gewoon een regular Sundays, om het zo maar te zeggen. Lekker warm, dus ik heb mijn haar lekker in de staart. En dan loop ik hier een beetje gek rond. En ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb een broekje aan. Een spijkerbroek. En daarachter zie je Lana. Ik heb een spijkerbroekje aan van Kruidvat. Een witte top en een blouseje. En draag ik een armbandje van Lovies. En mijn Fitbit. Ik hou zo mijn stappen en zo bij. Deze Birkenstocks draag ik. Wat ik bijvoorbeeld laten zien. Een mini shop nog gelijk. Ik heb van Lovies dit leuke jasje. Maar daar vind ik het nou eigenlijk te warm voor. Anders had ik het nog wel hierop kunnen doen. Maar deze leuke bomber. En ik had hem gisteren aan toen we een barbecue hadden. Een hele leuke jumpsuit. Die moest er echt even aan wennen. Ik draag eigenlijk nooit dat soort dingen. Wel korte jumpsuits echt in de zomer of zo. In die playsuit. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Dus die hebben ze nou bij Lovies. If you're interested. En ik heb een bikini gekocht. Dus ik ga even laten zien. Want ik heb echt een hekel aan bikinis kopen. En ik stel dat uit. Maar ja, goed, ik moet toch wel iets hebben. Ik wil ook met de kindjes kunnen gaan zwemmen. En dat is bij Triumph. In Tilburg ben ik geweest. Voor bedcollectie, ja, ik werd echt gewoon goed geholpen. Ik wilde eigenlijk bij de H&M gewoon gelijk 10 bikinis bestellen en thuis gaan passen. Maar nu was ik daar en werd gewoon goed geholpen. En dacht ik, nou prima. Deze bikini. Deze top. En dan zitten er hier van die touwtjes en een beetje roze felle dingetjes. Met dit broekje erbij. En het topje, of het broekje was 24,95. Dus ik vind dat wel prijzig hoor. En de top 37,95. Maar goed, hij zit echt heel erg mooi. En ik weet nou zeker dat ik iets heb wat past. Want ik weet gewoon echt niet meer na de zwangerschap welke make-up maat die zo ik had. Dus dit seizoen in ieder geval weer voorzien van een goede bikini. Want we gaan dit jaar ook twee keer op vakantie nog. Dus ja, dat moet ik wel een bikini hebben. We gaan zo boodschappen doen. Neem ik jullie mee. En we willen dus zelf sushi maken. Niet dat we dat nou per se heel goed kunnen. Maar zo moeilijk is het niet. Boodschappenlijstje. Oké, okay, zondag eten we. Vandaag eten we sushi. Ik wil ook eten. Maandag cirkel. Wat voor vlees? Wat spekjes? Gewoon het doorheen gebakken. Wat staat er op het lijstje? Ik maak altijd eerst een minuutje. Nou, vandaag doen we dus de sushi. Ja, vandaag zullen we sushi maken. We doen maandag cirkel eten met spekjes. En dinsdag eet ik, ga ik het eten. Woensdag gaan we pasta eten. Dan hebben we nog in de diepvries. Donderdag eten we gebakken rijst, sperziebonen met ham, ei en wokgroenten en zo. En dan gaan we vrijdag het eten, want dan zijn we in Amsterdam voor afspraken. Dus aan op basis... Ja, paprika ook. Dus op basis van dit minuutje zeg maar ga ik een lijstje maken. Deze ook. Echt waar? En dan wilde ik dus bij de lunch iets salades maken. Echt waar? Oké. Tomaten. Deze ook. Oké. Deze ook. Oké, komkommer, wortelen en zo en slasoorten. Dat is voor vrijdag. Ja, voor die rijst is vrijdag witte koolnoten, courgette, paprika's en sperziebonen voor erbij. En dan hebben we rijst door in huis. Dan moet je wel van hebben, dat heb ik ook al opgeschreven. Nee, dat heb ik nog niet opgeschreven. Deze paprika! Deze paprika! En dan ga je het ook. En deze paprika! En dan hebben we aardappelen voor zoekers. Dus het lekker in de tulle. Dus is die spinazie genoeg, denk je? Ja, en anders hebben we ook nog een diepvries volgens mij. Hoe schattig zijn deze barbecue'tjes? In ieder geval die rijstazijn in zitten, sushi rijst en dan die vellen. Sushi kit. En we gaan nu beginnen met het maken van de sushi. De rijst staat nog op, maar ik zal even laten zien hoe we dat doen. Je hebt gewoon van die kits te koop met zo'n matje en deze. Dan heb ik hele leuke blond Amsterdam. Blond Amsterdam stokjes heb ik. Dan hebben we hier omeletreepjes. Ja, omeletreepjes, wortel, komkommer, tonijn, kip, zalm en sojasaus. En daar heb ik nog de rijst. En dan gaan we daar lekker rollen en ondertussen eten. Rijst en Janieke zal iets heel moois uitmaken. Gaan wij nou eentje maken, Lana? Oh, Lana die is al met de komkommer. Maar dat is ook nog eens het gezond, dus... Ik weet niet zeker of die nou helemaal bedekt moet worden, dus ik heb hem 3/4 gedaan. Maar zo moeilijk is het niet. Maar zo moeilijk is het niet.
Of zo. Of zo. Laat wel zien. Maar ja, goed, het smaakt toch wel. Ja. Zou ik er nog ei bij doen? Zal ik het even voor doen? Ja. Als jij hem even vasthoudt. Zo. Oh ja. Blijven. Aandrukken. Zo. En dan daarna met een nat mes is de zeewier nog af. 8, 9, 10. Ja, Lana, goed zo. Die eerste komkommetjes tellen. Dat van jou. 5. Nou, dan ga ik rollen. Nou, dat zijn mooie rolletjes hoor. Dan moet ik de mijne nog snijden. Ik vind de mijne een beetje minder mooi. Maar goed, als het maar smaakt. Misschien dat ze iets te dik belegd. Ja, denk ik ook. Nou, deze ziet er ook wel goed uit, toch? Daar zit Amy in de triptrap en Lana zit ernaast. Lana heeft ook komkommetjes op. Wil je daar een stukje kip? Ja. Oh, lekker. Ik zie daar iemand vakkundig rollen. Is het dit? De vulling in het begin moeten we niet in het midden. Oké. Okay. Oh ja, want anders dan, ja. Inderdaad, dan maken we wel de rijst naar de buitenkant. Ja, precies. Dus ja. Kijk, lekker. Lekker hoor. Papa, een stukje komkommer nog? Ja. Pak maar lekker. Deze lekker. Pak er dan nog tonijn op. Een wortel kan je nog pakken. Amy ligt hier lekker te spelen met Lana op het kleed, hè? Ik zie jouw buik. We hebben Amy even een rokje aangegeven omdat het zo warm was. Een kort rokje. En de pop. Ja. Gezellig zo, saampjes. Lekker weer dat wij een stukje gaan wandelen. En Amy, of Lana heeft haar kinderwagentje met de pop Casper erin. En de zon schijnt echt heerlijk. Wat zo, schat. Gaan we die kant op? Ja, heel goed van jou. En je niet, die blijft even thuis met Amy. Dus als ik daar terugkom is het weer tijd voor de voeding. En dan ga ik Amy in bad doen. En daarna gaat Lana douchen in de bed. Dus even nog lekker van het zonnetje genieten. Het tasje wat ze bij de Disney winkel mocht uitkiezen, daar is ze helemaal weg van. Het was echt een goede aankoop. Goed zo. Ja. Zo, ik ben inmiddels gedoucht en make-up eraf en we gaan zo lekker slapen. Ik heb lekker nog een kopje thee op en is tijd om te gaan slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zit er weer echt in mijn pyjama. En doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Het doel is in ieder geval om 2 video's per week te gaan uploaden onder een vlog. Maar dat is even kijken hoe het lukt. Maar waarschijnlijk lukt het me deze week wel. Yeah. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Doei!